Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik nog een laatste kerstnail art. Ik denk echt dat dit de laatste echte kerstnail art van dit jaar wordt. Ik vind het ook echt super jammer. Ik zeg eerlijk, ik had veel meer nail arts willen maken, maar het is me gewoon niet gelukt. Ik had het zo druk met andere dingen en als je me op Instagram volgt, dan weet je dat ik ook druk ben geweest met mijn salon opruimen en ordenen. En tussendoor wilde ik nog graag deze nail art maken. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt een over de top kerstnail art. Dus ja, wat mij betreft een mooie afsluiter voor dit jaar. Ik heb nog wel een paar andere nail arts op de planning staan. Een beetje winterse nail arts. En eventueel die ook nog wel voor oud en nieuw kunnen. Dus die probeer ik zeker komende week nog online te zetten. Dus er komen echt nog wel hele leuke nail arts aan. Maar het echte kerstthema is denk ik nu wel, dan is dit de laatste. Maar goed, laten we snel beginnen. Ik heb hier dus heel veel verschillende patroontjes gemaakt. Je ziet dat er heel veel designtjes opstaan. Die en die zijn eigenlijk dezelfde. En die wil ik nu ook weer gaan maken. Ik vind dat zelf een hele leuke met die tekst. En ik heb daarvoor de nieuwe stempelplaten van Mojo gebruikt. Dat zijn de Noël stempelplaten. Ik zeg ook eerlijk, ik kreeg ze wat later binnen. Want jullie hebben gezien dat ik toen die winactie deed. Ja, wanneer was dat? Vorige maand. Toen dacht ik dat ik deze platen binnenkreeg, maar toen bleken het de verkeerde te zijn. Later kreeg ik uiteindelijk wel nog deze binnen. Maar ja, wat ik zei toen, had ik al niet zo heel veel tijd meer om alles te maken. Maar ik ben blij dat ik er toch nog een nail art mee gemaakt heb. En ik weet dat heel veel van jullie deze platen toch nog gescoord hebben. Dus, maar dit zijn plaat nummer 15, 17 en 18 die ik heb gebruikt. En ja, ik ga je gewoon precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Alle producten die ik voor deze nail art heb gebruikt zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty and Supplies. Dus ik heb onder andere de gel polishes van Loveness gebruikt. Dit is All of You. Dat is dus de groene kleur die ik heb gebruikt. En ik heb ook nog een nude kleur gebruikt. Die ga ik je zo nog even laten zien. Ik breng hier nu dus het tweede laagje van aan. Een hele mooie kleur is dit. En ik heb deze in het voorjaar gebruikt. En ook nu met kerst is die weer ideaal. Dus dit is echt zo'n kleurtje die je gewoon moet hebben in je collectie. Nou, deze ga ik uitharden in de lamp. En de nude kleur die ik ook nog had gebruikt, dus die zie je hier op deze drie andere nagels, dat is Time to Cover Up. En dat is een hele mooie, ja, zachte nude tint. En ik vind dat ook wel leuk bij elkaar staan. Je ziet dat ik wel een aantal verschillende kleuren heb, maar toch matcht het mooi en het vormt mooi een geheel. Volgende wat ik ga gebruiken is het witte pigment van Loveness. Jullie hebben mij dit vorig jaar ook vaak zien gebruiken. En ja, dit is echt super mooi. Heel leuk om dus bij verschillende nail arts te gebruiken. Je kan echt een beetje dat sneeuweffect krijgen daarmee. Echt super cute en heel eenvoudig. Die breng ik dus gewoon aan op de plaklaag van de gel polish. En ik doe hier in het midden gewoon een soort van rondje. Gaat echt super simpel. Hoeft helemaal niet strak. Juist als het een beetje zo smoezelig is, vind ik wel heel mooi. Want dan krijg je nog meer een beetje dat sneeuweffect. Ik gebruik hiervoor trouwens het, hoe heet dit penseel? Volgens mij heette dit penseel het ombre penseel. Dat is een heel plat penseeltje. Van Loveness ook. En die vind ik wel heel fijn. Maar je kan ieder penseel gebruiken waar je de pigmenten mee kan aanbrengen. Zo, nou, heb ik gewoon een wit vlekje gemaakt in het midden. Ik vind het altijd fijn om nu even een matte topcoat aan te brengen. Omdat ik zo meteen ga stempelen. Dus ik breng nu een laagje van de matte topcoat aan. Die hard ik uit in de lamp. En dan gaan we zo verder met het stempelen. Ik heb dus de Noël stempelplaten gebruikt van Mojo. Plaat nummer 15, daar staat die tekst op met Joy to the World. Vind ik echt super leuk. En die komt ook echt mooi over op de nagel. Op deze plaat, dat is plaat nummer 18, daar staan de takjes die ik heb gebruikt. En even kijken. Oh, en ook. Nee, die, oh nee, hier. Hier staat dat. Ja, een soort sneeuwvlokje, ijskristalletje. Vind ik wel leuk. Is net weer een beetje anders dan die ik normaal gebruikte. Dit is meer zo'n, ja, zo'n ijskristal of een sneeuwvlok. En die zit er ook nog in het klein. Vind ik ook super cute. Dus dan kun je toch twee dezelfde gebruiken, maar net in een ander formaat. Deze vind ik ook heel leuk. Dit zijn ook een beetje meer van die fonkelsterretjes. Dus er zitten echt wel hele leuke, weer net wat andere patroontjes op. En deze vond ik ook heel leuk. Hier zie je de Merry Christmas op staan. Hier zitten ook nog van die takjes die ik gebruikte bij die voorbeeldjes. En ook dat zuurstokje en dat hartje, die staan hierop. Dus ja, je kan eigenlijk alle platen wel gewoon gebruiken. Er staan overal leuke patroontjes op. En zoals ik al zei, als je gewoon steeds dezelfde
kleuren gebruikt, dan vormt het toch een mooi geheel. Ik ga nu dus eerst die Joy to the World erop stempelen, die tekst. Ik heb hier een aantal verschillende stempellakken staan. De rode kleur die ik heb gebruikt is Femme Fatale. Dat is de rode stempellak van Moyu. Dit is Toasted Mocha. Dat is heel donker groen-bruin. Volgens mij heb ik die uiteindelijk niet meer gebruikt. Nee, ik heb alleen die groene. Dit is de groene die ik voor de takjes ga gebruiken. En dat is Into the Woods. Deze had ik volgens mij ook nog maar eentje gedaan. En dit is Forest Delight. Dus ook een mooie groene kleur. Maar ik ga voor deze twee. Ja, dit zijn wat mij betreft echte kerstkleurtjes. En natuurlijk nog een witte. Even kijken. Dus ik ga eerst beginnen met het rode tekstje. Ja, echt super cute. Ik heb de Moyu stamper hier staan. De clear stamper. En ik ga nu de stempellak aanbrengen over de tekst. Dan ga ik er met de schraper overheen. Ik pak hem op met mijn stemper. Ik haal het overtollige weg, dus wat je er niet op wil hebben. En nu ga ik hem op de nagel mikken. Mooi in het midden. Een beetje op dat wit. Ja, en dat rood dat steekt lekker af van dat wit. Echt super cute. Wat ik dan ga doen, dat is met wit die ijskristalletjes erop stempelen. Pak ik de witte stempellak erbij. En ik pak deze, maar als jij die andere wilt gebruiken die op andere stempelplaten staan, kan natuurlijk ook. Hè. En er zijn genoeg andere teksten die je kan gebruiken. Dus je kan het helemaal naar je eigen smaak doen. Of wat je zelf gewoon in je collectie hebt. Hier zet ik dat sterretje of dat sneeuwvlokje. Dan zet ik hier aan de bovenkant nog een kleintje. Dus dan pak ik dat andere sneeuwvlokje wat hier zit. Dat vind ik dus echt heel leuk. Dat je dezelfde sneeuwvlokjes hebt, maar in andere maten. Ook weer het overtollige weg. En die zet ik hier een beetje schuin daarboven. Zo. Dan gaan we de takjes stempelen. Nou, die staat dus op die andere plaat. Plaat nummer 18. Pak ik dit takje. Vind ik een hele leuke, maar ja, nogmaals, er zijn genoeg andere takjes. Hier staan ook nog een aantal van die takjes die je kan gebruiken. Ik pak nu dus die donkergroene kleur. Die breng ik aan op die takjes. Ik ga er met de schraper overheen. Nog een keer voor de zekerheid. Ik pak hem op. En dan zet ik die hier een beetje aan de zijkant van de nagel. Hij mag eventueel een klein beetje over dat sneeuwvlokje heen. Zo. Die zit aan de onderkant. Wil ik hem aan de bovenkant ook nog. Dus dat doe ik precies op dezelfde manier. Maak ik even mijn plaatje schoon met aceton. Zo. Op dezelfde manier weer die donkergroene stempellak. Breng ik aan op de plaat. Ik ga er met de schraper overheen. Ik pak hem op met mijn stemper. Ik haal hetgeen weg wat ik er niet op wil hebben. En dan doe ik hem hierboven in het hoekje. En die duw ik dan zo hier op de nagel. Voilà. Ja, ik vind dit echt super cute. En dit ziet er natuurlijk echt super kerstachtig uit. Met dat rood en dat groen. Ja, echt heel cute. In principe ben je nu klaar met stempelen. Wat ik dan nu doe, is een paar rode besjes. Nou zitten hier ook rode besjes op de stempelplaat. Als je goed kijkt, dan zie je hier die kleine stippeltjes. Kun je gebruiken, maar ik vind dat niet zo handig. Ik doe dat liever gewoon met een beetje stempellak. En ik pak mijn dotting tool erbij. En dan zet ik zelf gewoon een paar stipjes hier op die takjes. Vind ik makkelijker. En dan zijn de stipjes ook net ietsje groter. Dus dan vallen ze net iets beter op. Nou, dan zet je gewoon willekeurig hier wat van die rode besjes. Dat ziet er natuurlijk meteen al super kerstachtig uit. Helemaal cute. Zo. Dan maak ik even mijn dotting tool schoon. Want wat ik dan nog doe is een paar witte stipjes zetten. Alsof het sneeuwt. Pak ik een kloddertje witte stempellak. En precies hetzelfde doe ik nu met de dotting tool. Zet ik een paar witte stipjes gewoon willekeurig op de nagel. Alsof het sneeuwt. Echt super cute. En ik vind het ook heel leuk omdat dan dat wit van dat pigment weer een beetje terugkomt. In die stipjes en ook dat wit van die sterretjes. En dan wordt het echt mooi een geheel. Nou, dit vind ik echt wel heel erg leuk. Dit laat ik nu even drogen. En dan ga ik zo de topcoat aanbrengen. De stipjes zijn nu goed gedroogd. Dus dan kan de topcoat eroverheen.
Ik heb gekozen voor een glanzende topcoat. Je zou eventueel ook een matte topcoat aan kunnen brengen. Vind ik ook altijd wel heel cute. En zeker met dat, ja, een beetje dat sneeuweffect. Maar ja, nu heb ik voor glanzend gekozen. Vind ik ook heel mooi. Ik ben heel benieuwd wat jij het leukste vindt. Een glanzende of een matte topcoat. Laat het zeker even weten bij de reacties hieronder. Nou, deze ga ik uitharden in de lamp. En dan laat ik je zo het eindresultaat zien. Nou, en tadaa! Hier is de nail art helemaal klaar met de topcoat eroverheen. En hij matcht natuurlijk helemaal perfect bij. Hij is eigenlijk hetzelfde dus als deze. Ja, eigenlijk precies hetzelfde. En ook hetzelfde als die nude kleur. Echt super cute. Alle producten in deze video zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. Een link daarvan staat onder de video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens je natuurlijk hele gezellige feestdagen. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.